Salau, de place to be als je van zon, zee en lekker stappen houdt. Elk jaar komen er een paar miljoen toeristen naar deze zonovergoten badplaats om van een welverdiende vakantie te genieten. De laatste jaren is Salau mede dankzij veel aandacht van de media ook voor de Nederlanders het mekka van de Spaanse Costa's geworden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de speelfilm Costa, die hier in Salau opgenomen werd. Van begin april tot eind oktober kun je hier elke dag zonnen en elke nacht stappen. Met zijn prachtige stranden en vele uitgaansgelegenheden is Salau dus bij uitstek een vakantieplaats voor zonaanbidders en feestbeesten. Naast de prachtige boulevard, de uitgestrekte stranden en vele bezienswaardigheden staat Salau het meest bekend om haar uitgaansleven. Inmiddels zijn er honderden horecazaken in het uitgaanscentrum en ruim 25 daarvan worden inmiddels gerund door Nederlandse ondernemers. Het begrip Nederlands feestcafé is hier bijvoorbeeld ook niet meer weg te denken. Na een middag heerlijk zonnen gaan ook wij het nachtleven van Salau in. We willen de barretjes, feestcafés en discotheken verkennen. Maar eerst gaan we naar de beroemde Costa Pier om even te relaxen en van de ondergaande zon te genieten. Als je van zwoele zomeravonden houdt en je houdt een beetje van Ibiza lounge muziek, dan is dit echt de place to be. Grand Café Costa. We blijven hier nog heel even zitten, even lekker relaxen. Trouwens, er komen hier ook echt waanzinnig veel bekende Nederlanders. Vorig jaar is Sylvie Meijs hier nog met Rafael van der Vaart gespot. Zelfs zoenend op het terras hier, stiekem een klein beetje. De jongens van D-Man zijn hier al een paar keer geweest. DJ Maurice is hier geweest. Mental Dio komt hier wekelijks. En natuurlijk Jeroen Post, die komt hier twee keer in de week opnames maken. En achter mij zit ook een bekende Nederlander. Kijk maar even mee, stiekem. Dat is DJ Jurgen. Oké, we gaan nog heel even relaxen. En dan gaan we de stad in. Dan gaan we echt zuipen. Dat zal ik waarschijnlijk nog nooit leren. We zijn bij Grand Café Costa weggelopen en de nacht is nu een beetje begonnen. Het is 11 uur en we staan bij de Engelse zaak Danny Boy. Ze hebben hier vanavond een live optreden van The Sugar House Lane. Het is een hele goede band, want ze spelen covers van de Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses en Van Halen. En als je goed oplet, de zanger lijkt een heel klein beetje op Kurt Cobain. We gaan even kijken. Was ik voor het eerst op vakantie in Salau. En de eerste bar waar ik terecht kwam was deze, de Bus Stop. En naast mij staat één van de twee eigenaars. Hij is namelijk Norbert. Nobby, good evening. Good evening to everybody. How are you? Very well. I'm a little bit drunk. But good, good. Working. Working, working. Hij is één van de eigenaars, zei ik al. Maar hij is ook nog steeds proper in al die jaren. You've been open since 86? Since the 86 until now. And we're still doing the work, man. And you still are proper.
Hij is still a proper, ja. Maar mijn Nederlands is niet goed genoeg, hè. Ik moet oefenen een beetje, maar voor volgende jaar ik praat in Nederlands ook, hè. Promise. Oké, dat was Nobby en hij spreekt dus inderdaad Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans en Frans. Aan bij de telefoon. Is een grapje. En what is the newest thing I learned you in Dutch? Elke dag. Elke dag zelf. Maar voor de kinderen, don't lose to this. Ik ben naar de. Thank you very much. Is goed. Grazie. Dank je wel. Doei. Doei. Salau, je weet het, als je hier rondloopt, je komt altijd bekende Nederlanders tegen. En dat gebeurt ons nu ook op dit moment. Het is jullie, ze staan op nummer 3 in de Nederlandse top 40. En misschien volgende week wel op 1. Naast mij, Lange Frans. Hoe is het, jongen? Lekker. Ja. Je bent hier op vakantie of ben je ook een beetje met promotie bezig? We zijn een beetje aan het promoten, we zijn gewoon aan het optreden, dat vinden we leuk. En we zijn hier gevraagd door Lucas en Maurice om hier te komen rocken, dus ja, dan komen we. Het is gezellig, de zon schijnt en er zijn genoeg mensen hier die onze muziek willen horen, dus zodoende. Maar het gaat echt goed met jullie, hè? Want ineens in de hitlijst, die single Moppie, die stijgt en die stijgt. Moppie is knaller, de clip is mooi en het liedje is goed geproduceerd en geschreven door Bart en mij, dus ja, dikke shit. Hoe lang zijn jullie nou ondertussen al bezig? We zijn nu 7 jaar bezig. 7 jaar al? Ja. En nu krijg je eindelijk de erkenning waar het om gaat? We hebben nu al een jaar die cd uit. Zeg maar, vanaf begin dit jaar is die in de winkel. En nu krijgen we een beetje erkenning. Gaat lekker. Dus jullie zijn nu een beetje Salau aan het onveilig maken. Waar zijn jullie ondertussen geweest? Waar zijn we allemaal geweest? Gisteren Snoepies, gisteren Pacha. Pacha sowieso. Wat hebben we nog meer gehad? Lacash, Busstop. Ja. Flashback, de cocktailbar, broodje van Coachen, Café Costa. En het strand natuurlijk. En het strand, veel strand ook. En de jetskis, ja. Overal, we hebben ze al gezien. Oké, we hebben nog één vraagje. Ja. Kun je een klein stukje doen van Moppie? Ja hoor. Wat doe je? Hij gaat over zo. Moppie, ik strik je en ik kus je, ik lik je, bespeel je met mijn tanden op je slipje. Ik dip je als een shipje, shit Moppie, ik dig je, ik kijk in de camera en flip je.